Bombardement Rotterdam. Het bombardement van Rotterdam werd op 14 mei 1940 uitgevoerd door de Duitsers. De Tweede Wereldoorlog was begonnen en Duitsland wilde Nederland zo snel mogelijk veroveren. Op 10 mei 1940 verklaarde Duitsland de oorlog aan Nederland. Het was de bedoeling van de Duitsers om Nederland, België en Luxemburg snel te veroveren om zo Frankrijk aan te kunnen vallen. Dit ging alleen niet snel genoeg, waarop ze besloten om te dreigen met het bombarderen van Rotterdam. Toen Nederland uiteindelijk zich niet wilde overgeven, werd het bevel gegeven: Rotterdam mocht worden gebombardeerd. In totaal duurde het bombardement slechts een kwartier. Bijna de gehele binnenstad van Rotterdam werd vernietigd. Tussen de 650 en 900 mensen kwamen om en ongeveer 80.000 inwoners werden dakloos. Na het bombardement dreigde Duitsland dat als Nederland zich niet zou overgeven, Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Haarlem en andere grote steden ook gebombardeerd zouden worden. Nederland zag al snel in dat de situatie hopeloos was. Eén dag na het bombardement van Rotterdam, op 15 mei 1940, gaf Nederland zich over aan Duitsland. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.